Oh, hier ligt hij ook al niet. Oh, ik kan hem nergens vinden. Wat is dit? Dit is een dubbeltje, mama, papa! Het is 31 januari en een normaal gezin die hier op nummer 185 woont, is druk bezig om hun geld te tellen. Maar waarom? 99 en hier 90 cent. We komen precies een dubbeltje tekort. Nee, schat, tel het nog één keer. Ik weet zeker dat het 1000 euro is. Nee, ik heb al 4 keer geteld. We komen gewoon een dubbeltje huur tekort. Ik heb het, ik heb het, ik heb het. Ik heb het laatste dubbeltje. Ja! Is het gezin nog op tijd om de huur te betalen? De huisbaas is Rijke Richard. Hij bezit 800 huizen die allemaal huur opleveren. 2100, 22.000, 23.000. Het is toch vandaag de laatste dag van de maand? PD, ik ga even kijken hoe het die huur betaalt. Waarom zie ik dat keyboard nou zo? Nog meer geld? Ruim dit maar weer op. Ja, baas. Rijke Richard heeft zoveel money dat hij niet eens weet wat hij ermee moet doen. Toch let hij elke maand heel goed op wie nog niet de huur heeft betaald. 1250 euro, daalt 1000 euro. Hé? Hé? 185 heeft nog niet de huur betaald. Schot met het huis en ik koop alles spullen. Nu! Doe me, baas. Oh. Oké, ik ga er gelijk een aantekening van maken. Oh, nog meer geld, ik heb een pen nodig. Het gezin kwam net aan bij het kantoor om de huur te betalen. We moeten bij het kantoor van Richard zijn. Ja! Weet jullie waar het kantoor van Richard is? Wie zijn jullie en waarom willen jullie dat weten? We komen onze huur betalen, we zijn bijna te laat. En op welk nummer wonen jullie? We wonen op nummer 185. Kom maar mee. Van 185 als komende huur betalen. Net op tijd! Sorry. We hebben hier 1000 euro. Leg die 1000 euro hier maar neer. Jullie gaan volgende maand beter betalen, want anders moeten jullie buiten gaan kamperen. Eenmaal thuis was gezin opgelucht dat ze de huur op tijd betaald hadden. Maar lang konden ze er niet van genieten, want... Nu moeten we nadenken over de huur van de volgende maand. Ja, je hebt gelijk. Ik ga gelijk even kijken wanneer dat is. Schat, schat, wat is er? Februari heeft maar 28 dagen. Dat was vreselijk nieuws. Want nu had het gezin 3 dagen minder om de huur bij elkaar te sparen. Ze moesten gelijk gaan bezuinigen. Ik ga gelijk de verwarming uitzetten. Jullie moeten nu warme kleren aangedaan. En morgen ook naar school. Gaan we meteen doen. De volgende dag na school snapten de zussen niks van de geldproblemen van hun ouders. Mama en papa hebben ook gewoon normaal een baan. Ik snap niet waarom ze geldproblemen hebben. Volgens mij wordt alles duurder. Op school deden ze hun warme truien uit, omdat zij zich ervoor schaamden. Maar ze waren niet de enige met warme kleren aan. Nou, en daarom hebben we de verwarming uitgedaan. Zo dames, jullie zijn wel een beetje laat. Ga snel zitten. Zoals ik net aan het vertellen was, we hebben een probleempje op school. De school heeft geldproblemen. En daarom doen we deze hele week de verwarming niet aan. Maar hoe komt dat jullie allemaal warme kleren aan hebben? Wisten jullie dat al? Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Hoe komt het dat jullie allemaal warme kleren aan hebben? En Tuzani, wat wil jij zeggen? Mijn vader en moeder kunnen ook niet de gastrekening betalen. Want daarom zeiden ze ook dat ik dik kleren moest aan. Ja, ja, bijna. Ja. Draai de kieltjes. Hebben jullie, al jullie ouders, allemaal geldproblemen? Maar Erik, jouw vader heeft toch een hele goede baan in het ziekenhuis? Ja, dat klopt, meester, maar we kunnen onze huur gewoon niet betalen. Alles is veel te duur geworden.
Wij moesten laatst onze huur betalen bij de huisbaas Richard. Hij is echt super streng. Ja, en rijk. Het bleek dat bijna alle kinderen uit de klas rijke Richard als huisbaas hadden. Dat zette Noori aan het denken. Ik heb een idee. Zullen we inbreken bij Richard? Ja, hele goede idee. We gaan inbreken bij hem, oké? Ja, Abdulkader en Bram doet ook mee. Ik hoor wat jullie zeggen en ik snap jullie enthousiasme. Maar Mercedes is geen goed idee. Nee hoor, meester, dat gaan we echt niet doen. Maar dat was gelogen. Want de volgende dag hadden ze een doos gevonden. Oh, die doos? Ben je helemaal gek of zo? Waarin Noori zou kruipen. Noori was de lenigste leerling uit de klas. Hij is wel echt klein. Ja. Bro, probeer het gewoon. Misschien gaat het gewoon lukken. Wie kan het? Het is veel groter dan ik dacht. Oké, blijf daar staan. Noori, waarom ben je weer zo zwaar? De doos gingen ze naar rijke Richard brengen. En zeggen dat deze vol met goud zat. Tot aan de deur ging alles goed. Oh, oh man, kijk uit. Wel een beetje voorzichtig, hè? We hebben hier een hele zwaar doos met goud voor Richard. Kom maar verder. Meneer Richard, hier is het goud dat u besteld heeft. Oh, zoveel money. Ik weet niet eens dat ik dat besteld heb. Dankjewel, boys. Doei. Toen het die avond donker was, ging Richard naar huis. Het is wel weer laat. Ik ga naar huis. Ik pak dat pakketje water uit. En kon Noori snel uit de doos kruipen. Zoveel was van de rug. Buiten stonden zijn vrienden te wachten, die Noori nu binnen kon laten. Hé, hey, Boes, kom snel. Kom, snel, snel, Boes. Waar bleef je nou? Nu konden ze de huur terugstelen die zij en hun klasgenoten hadden betaald. Boes, kom, pak die geld. Zoveel money. Maar Richard was wat vergeten in zijn kantoor. Kantoordeur open? En wat doen jullie hier? De jongens waren betrapt. We willen de huur stelen voor onze klasgenoten. De huur stelen? Wat wil je volgende maand gaan doen? Weer de huur stelen? Ja, maar jij hebt al het geld. Dan moet je mij niet de schuld geven. Dit is gewoon mijn geld. Ga maar wat van dat geld, maar volgende keer wil ik wel dat jullie de huur betalen. Oké, dankjewel. Weg. Ja, mag je? Ik heb het laatste deurtje. Ja, je loopt iets te snel voor mij, sorry. Ik heb het laatste deurtje. Oh. Verdraaide krieltjes. Nee, maakt niet uit. Je moet het. Ja? Lachen, ja. Oké. Nee, we gaan het allemaal proberen. Ja, dat was het einde. En wat vond je ervan? Ik vond het in ieder geval echt een super coole film. Wil jij nou nog even verder kijken naar andere kinderrechtenfilms? Dan moet je daar zijn. En abonneren doe je daar. Doei!